De titel van mijn column is Solidariteit. Afgelopen week heeft het college van BMW van Nijmegen de zomernota aan de raad aangeboden. Een financiële stand van zaken. Zoals het er nu naar uitziet, stevend de gemeente Nijmegen eind dit jaar af op een tekort van 6 miljoen euro. Maar wethouder van Financiën, Monique Esselbrugge, gaat ervan uit dat het tij zal keren. Vorig jaar moest ze rond deze tijd een verwacht tekort van 11 miljoen melden. Het werd uiteindelijk maar 9 ton. Dan kun je inderdaad zeggen dat het tij gekeerd is. Het wegwerken van die 6 miljoen moet dus voor haar een eitje zijn. Belangrijke oorzaak van dit financieel malheur zijn de kosten voor de jeugdzorg. Die reizen de pan uit en de gemeente krijgt hiervoor te weinig geld van het Rijk. Maar niet getreurd. Een beetje wethouder van Financiën denkt in oplossingen, niet in problemen. Afgelopen week verhuisde Albert Heijn van de Groene Straat naar het nieuwe onderkomen op het Smit-Draadterrein. Daar is 25 jaar politiek over gesteggeld met ellenlange inspraakrondes. Ook over het leggen van een ei, over het verbannen van de bus uit de Burgstraat heeft de raad net zo lang gedaan. Zoveel tijd heeft Monique Esselbrugge niet. Voor het zomerreces moet het financieel tekort verdwenen zijn. In ieder geval op papier. Anders kunnen college en raad niet rustig met vakantie. U en ik moeten keuzes maken in de uitgaven. Een gemeente moet dat ook. Maar een gemeente kan ook keuzes maken om de inkomsten te laten stijgen door dingen duurder te maken. Met zo'n mogelijkheid in de achterzak slaapt het toch een stuk rustiger. Gewoon de entreegelden van Triavium wat verhogen en hup, weer 1,5 ton erbij. Als ik komende winter mijn wat duurdere rondjes rij op het ijs, draag ik dus direct bij aan het in stand houden van de jeugdzorg. Dat zijn solidaire rondjes. Ik heb het er graag voor over. Maar zo zal niet iedereen erover denken. Toen het kabinet op voorspraak van de VVD overwoog om de belastingen voor buitenlandse bedrijven te verlagen, om daarmee het vestigingsklimaat niet te bederven, waren ter linkerzijde de rapen gaar. Toch doet het linkse college van Nijmegen precies hetzelfde. Er komt op jaarbasis bijna 1 miljoen euro minder binnen aan onroerende zaakbelasting. Een bewuste keuze van het college om bedrijven te lokken of te houden. Dat is weliswaar een mooi streven, maar voor niks gaat de zon op. Dat miljoen moet ergens anders vandaan komen. Dus komt het college met het voorstel om de afvalzak voor het plastic afval niet meer gratis te verstrekken. Moet er 's avonds 2 uur langer betaald worden voor het parkeren in het centrum? En komt de dag nog maar 1 keer per jaar het grofvuil gratis ophalen in plaats van 2 keer? Dat wordt nog een hele interessante laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Want ik ga ervan uit dat de directie van NXP of van andere bedrijven niet uit solidariteit tegen de raad zullen zeggen: laat die verlaging van de belasting maar zitten.